Ben, ik hoorde een hele hoop uit Tilburg komen deze week, wedstrijd van ons leven. Dan kom je hier en dan gebeurt er dit. Dat is wel zuur. Ja, dat verwoord je goed. Hoe lang duurt het voordat je door hebt dat het hem niet gaat worden vanavond? Nou, vanaf de 2-0 was het klaar, denk ik. En daarvoor, we waren de mindere ploeg en Feyenoord was beter. Maar als het 1-0 blijft, je weet dat je altijd een kansje krijgt. Maar die kregen we ook. En uit die corner, daarna, scoren we in 2-0. Ja. Is het dan ook een blijf je hoop houden omdat het bekervoetbal is? Of? Nou ja, 1-0, dat weet je zelf wel met wedstrijden. Je hebt denk ik genoeg wedstrijden gezien. Dan, ja, één moment is soms genoeg. Ja, die kwam er ook. Ja, precies. Want na rust vond ik Feyenoord wat onrustiger. En ja, dacht ik van nou, het zit er misschien nog wel in. Een paar schoten van ons, een paar corners die hun weggaven uit het niets. En toen dacht ik, nou, het werd wat onrustiger. Het publiek werd wat onrustiger. Maar ja, bij de 2-0 is het klaar. Heb je zondag die wedstrijd ook gezien, Feyenoord PSV? Nee, zelf gespeeld. Maar niks van teruggezien? Nee, ik ben toen vader geworden, dus daar heb ik niet... Gefeliciteerd nog, inderdaad. Dankjewel. Ben je wel bijgeslapen? Ja, uiteindelijk heb ik wel wat slaap gehad. En nu, deze wedstrijd voorbij, moet je nu op de competitie focussen? Word je niet veel vrolijker van, denk ik? Nee, het moet. We moeten gewoon zaterdag uit naar Heerenveen en zorgen dat we daar punten pakken. Moet er iets veranderen of is dat te laat voor? Ja, dit moet wat veranderen natuurlijk. We moeten gewoon als team weer een plan verzinnen en dat goed uitvoeren en dan punten pakken. Is het misschien niet een beetje onhandig geweest van Van der Looij om zo vroeg in het seizoen al aan te kondigen dat hij weggaat? Nee, ja, ik denk dat de halve Eredivisie aankondigt dat ze weggaan. Dus, nou, met al die teams gaat het slecht. Ja, als je het zo zegt. Nee, ja, ik denk dat dat niet uit moet maken. Maar je merkt er zelf niks van? Nee. De trainer is gewoon net als daarvoor. En bij de jongens merk ik er ook niks van. Ik denk ook dat het slecht is als dat wel zo is. Je bent prof, je wilt allemaal presteren. En voor jezelf is het ook niet goed als het niet goed gaat. Is het, omdat het, je verliest nu 3-0, het is niet echt heel spannend geworden, zeg maar. Is het dan makkelijker om over zo'n domper heen te stappen? Ja, uiteindelijk wel. We waren gewoon niet goed genoeg als team vandaag. En we kunnen wel een gek verhaal ophangen, maar zo is het gewoon. Nou, gelukkig naar huis, naar een kleine. Ja, dankjewel.